Het idee om samen Nederlands te zingen in de bibliotheek werd spontaan omarmd. Dit is een hele mooie manier om de Nederlandse taal met elkaar te leren. En zingen verbindt. En ook al kun je niet goed Nederlands, al kun je niet goed zingen, het is prachtig om het samen te doen en het overschrijdt alle grenzen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. De 22-jarige Syriër Abdelkader heeft al een paar favoriete nummers. Mijn favoriete muziek, het is Ik hou van jou en Afscheid nemen bestaat niet. Het is mijn beste muziek. Helpt het Nederlands zingen jou ook met Nederlands praten? Nee, het is bij mezelf. Ja, daarom misschien, ik heb veel communicatie met mensen, met Nederlandse mensen. En misschien dat me helpen. Ik vind het echt leuk. Ja. Het was geen enkel probleem om ook Nederlanders enthousiast te maken voor het initiatief. Ik dacht, ja, dit is een keer een leuk initiatief met verschillende groepen mensen en ja, leuk idee. En het is speciaal in het Nederlands. Heeft dat nog iets extra's voor u? Ja, ik heb al gezien dat er een aantal liederen zijn die ik zelf ook nog niet ken. Dus ik hoop dat de buitenlanders die misschien beter kennen. Hoe belangrijk is zingen? Ja, zingen is heel belangrijk. Deze dames die hier allemaal zitten op een koor. Wij zelf zitten met z'n tweeën op twee koren en dat doen we al 25 jaar. Dus ja, hoe belangrijk is zingen? Een dag niet gezongen, een dag niet geleefd. Voor de vluchtelingen werkt het samen zingen twee kanten op. Ik heb inmiddels behoorlijk wat mensen leren kennen die hier naartoe zijn gekomen uit Syrië. En het enige wat me voornamelijk altijd opviel is dat ze erg eenzaam zijn. En het liefst Nederlands willen leren. En ik had dit gezien in Molenbeek in Paradiso. En ik dacht, nou, waarom niet in Hengelo? Omdat ik op het podium sta, heb ik dat zelf niet zo in de gaten of die mensen het meekrijgen of niet. Wat we wel hebben gedaan is dat we bij tijd de teksten naar Mental heen hebben gedaan. En Mental die verzorgt dan de taallessen ook. En in de hoop dat de mensen die bij de taalles komen de tekst bij de taalles al oppakken. Dus dat ze al voorbereid zijn voordat ze hier naartoe gaan. Voor wat ik weet hebben ze huiswerk meegekregen inderdaad. Ja. Wat levert het op? Ja, een mooie avond met Nederlanders en met vluchtelingen samen. Het levert op dat mensen plezier hebben. Het levert op dat mensen gezamenlijk ook nog andere activiteiten organiseren. Want het aardige is dat er één meisje bij was die nu bij een koor heeft aangesloten. Dus op die manier leuk zing. Er zijn twee jongens uitgenodigd om op zondag te komen eten bij mensen thuis. Dus het gaat verder dan alleen samen zingen. Het levert ook contacten op. Dat is heel waardevol.